Vanuit Amsterdam is dit Actienieuws. Nieuws dat je raakt. Goedenavond, het is maandag 17 mei. Mijn naam is Gillian van Vessem. Nog geen 24 uur na zijn geruchtmakende televisieoptreden is vastgoedhandelaar Willem Enstra op klaarlichte dag geliquideerd. Rond het middaguur schoten onbekenden hem neer. De multimiljonair Enstra zou banden hebben met de onderwereld, maar dat is nooit bewezen. De politie heeft nog geen idee wie de schutters zijn. Even voor 12 uur wordt de statige Apollolaan opgeschrikt door een serie schoten. Vastgoedmagnaat Willem Enstra, die van zijn kantoor naar zijn auto loopt, zakt in elkaar. Binnen een paar minuten zijn politie en ambulancepersoneel ter plaatse. Artsen en verpleegkundigen doen er alles aan om de zwaargewonde Enstra in leven te houden. Even lijkt het erop dat de reanimatie effect heeft, maar 2 uur na de schietpartij overlijdt Willem Enstra in het ziekenhuis. Het doelwit van de liquidatie was duidelijk Enstra, maar ook een andere man wordt geraakt. Hij is in zijn benen geschoten en verkeert buiten levensgevaar. De dader of daders weten weg te komen. Het signalement is doorgegeven naar alle collega's in Amsterdam, dus iedereen kijkt en zoekt ook. Overigens zijn we ook al bezig met een buurtonderzoek om te zien of mensen nog dingen hebben gezien die voor ons belangrijk zijn. En dat geldt ook voor de technische recherche. De koelbloedige afrekening trekt veel belangstelling. Maar bijna niemand heeft de schietpartij ook daadwerkelijk zien gebeuren. Ik woon hier vlakbij, in de buurt. Dus ik dacht, het gaat niet om een auto-ongeluk, dat is duidelijk. Geen dagelijks tafereel dit? Nee, dit was zo'n enorme hoeveelheid helikopters, ook van de politie, dat het duidelijk om iets anders ging dan een gewoon ongeluk. Maar het komt toch soms wel wat dichterbij, vind ik wel, ja. Of tenminste, ik denk dat het voor iedereen eigenlijk wel dichterbij komt overal, ja. Maar geen ooggetuige geweest van de schietpartij zelf? Nee, helemaal niet. Ik reed daar langs en ik dacht, ik wil weten wat er gebeurd is. Justitie zit Willem Enstra al jaren op de hielen voor het witwassen van crimineel geld. Vorige week nog besloot de rechtbank dat het Openbaar Ministerie Enstra niet mag vervolgen voor witwaspraktijken. Voor de vastgoedmagnaat reden om voor het eerst in het openbaar zijn gram te halen. Dat deed hij gisteren op tv, 24 uur voor zijn dood. Maar als ze dan met tientallen mensen 14 jaar lang achter je aanlopen, dag en nacht, en er blijkt dan niets te zijn, dan zou je ook tot de conclusie kunnen of moeten komen dat er misschien wel niets mis is met die persoon. Wel liep er nog steeds een justitieel onderzoek naar Willem Enstra voor valsheid in geschriften bij de overdracht van onroerend goed. Maar door de moord zal het nooit meer lukken om hem voor de rechter te krijgen. De moord op Willem Enstra is de zoveelste in een lange rij liquidaties. In de afgelopen 4 jaar zijn in Amsterdam al zeker 14 mensen het slachtoffer geworden van een criminele afrekening. Voor misdaadverslaggever Peter R. de Vries kwam de liquidatie van vandaag niet als een verrassing. Het leek eventjes.